We gaan over op misschien wel een van de spannendste momenten, in ieder geval een aantal van ons, van de dag. Ik ga Marieke van Heek op het podium vragen, de juryvoorzitter van de Recruitment Tech Awards. Voor het vierde jaar ga jij de Recruitment Tech Award straks uitreiken. Twee genomineerd in cases en vier in tooling. Ja. Kan je iets algemeen zeggen over de inzendingen die je hebt gekregen ten opzichte van 2017? Ja, het is altijd een feest voor ons om dit te zien. Hè? Want je ziet hierin zie je hoe het vak zich ontwikkelt en de vooruitgang in het vak. En dat willen wij allemaal heel graag zien. We willen zien, ja, gaan we nou een beetje voorop lopen? Hè? En zijn we nou een beetje richting die Nederlandse innovatie die jij vanochtend liet zien? Dat zouden we wel ontzettend leuk vinden om zoiets in recruitmentland te kunnen lanceren. Aan de andere kant, wat Hongli vanochtend zei, is, ja, weet je, keep it simple. Het zijn ook dingen die je morgen wilt toepassen. Dus bijvoorbeeld zo'n scheduler waarmee je afspraken kan, dat is ook interessant. Hè? Dus die afweging maken wij ook altijd in die inzendingen. En dat was ook dit jaar weer zo. Maar we zien die vooruitgang. Dus het is heel, het vak gaat snel. We zien ook eigenlijk altijd ook wel de volging van e-commerce wereld. We hopen dat we een keer die e-commerce wereld voorbij gaan streven. Dat wij als recruitment wereld het voorbeeld worden voor e-commerce land. Dus een uitdaging voor jullie allemaal om dat te gaan realiseren. Kan je vertellen waarom de winnaar de winnaar is? De resultaten en de bijdrage aan het doel waren voor ons dit jaar echt doorslaggevend. Dus wie heeft er nou impact gemaakt en is daarmee een inspirator voor ons allemaal? Precies. De winnaar. Kan harder. Dit jaar is Phenom. Phenom. Phenom moet ik zeggen. Van harte gefeliciteerd. Ja, kijk eens, alsjeblieft. Super, eerste reactie mag je geven. Ja, super graag man. Bedankt vakjury, publiek, voor het stemmen. Natuurlijk heel trots op mijn team. Dat we de mogelijkheid krijgen om zulke mooie dingen mogen neer te zetten. Ook Jos, directeur, bedankt. Maar ik wil nog even iemand het zonnetje zetten. Mijn collega heeft een zware week gehad de afgelopen 2 weken. En we hebben toch samen geflikt dat het halen. Nou, hartstikke goed gedaan. Hè? Dikke pluim voor jullie. Ja. Dan gaan we over naar de pest. Tooling. We letten natuurlijk bij die tooling letten we op innovatie. Kijken we ook naar hoe het te gebruiken is voor de recruiter. Want we kunnen wel hele innovatieve tools ontwikkelen. Dat zag ik ook terug. Hè. We hadden genoteerd knap staaltje aan tech hè, in deze inzendingen. Maar hoe gaan we het als recruiter gebruiken? Keep it simple. Maar het is soms moeilijk, maar dat is uiteindelijk wel wat ons. Wat doorslaggevend was voor ons allemaal, denk ik. Nou, we gaan het weer doen. Ja. Wederom aan jullie de vraag, tromgeroffel graag. En de winnaar is... Tada! Dat is Flipbase! Bram, voor jou is gefeliciteerd. Kijk eens, alsjeblieft. We zijn natuurlijk wel even benieuwd nog naar een klein woordje voor ons allemaal. Ja, we moeten allemaal meer video gebruiken in onze wervende teksten. Om onze arbeidscommunicatie wat persoonlijker te maken. En misschien leuk om te weten, we hebben nu een eindejaarsactie om het 2 maanden even uit te proberen.